Ja, dan vraag ik toch echt naar het waarom. Op basis waarvan zegt de minister dit? Op basis waarvan wil hij dit? Voorzitter, op dit moment, en dat kwam zojuist in het debat ook al wel ter sprake, is het over het algemeen in de spoedeisende zorg zo dat gegevens niet beschikbaar zijn. De gegevens niet voor medicatiegebruik, de gegevens niet van de apotheek, de gegevens van een eventuele voorgeschiedenis, gebruik van bepaalde medicatie, een behandeltraject, et cetera. En het is ontzettend belangrijk dat dit soort gegevens wel beschikbaar zijn in het belang allereerst van een patiënt. Vraag me. Ja, maar komt de minister niet met het verkeerde middel voor het verkeerde probleem? Want de meeste Nederlanders vinden het prima als hun gegevens beschikbaar zijn. Dus voor die mensen hoef je dan die wogs niet te maken. Het gaat om de mensen die er niet aan mee willen doen. Waar ik ook trouwens zelf ook toe behoor. Die mensen hebben een bewuste keuze gemaakt om voor een opt-out te kiezen. En mijn vraag aan de minister is dus, die problemen die hij opnoemt, de onderbouwing die hij geeft, zijn andere problemen. Het niet beschikbaar hebben, niet gekoppeld zijn, noem maar alles. Daar heb je toch dan niet die wogs voor nodig? Je kunt toch wel gewoon mensen hun privacy respecteren en die andere dingen van de mensen die wel deelnemen verbeteren? Minister? Voorzitter, we zien op dit moment dat die gegevens niet beschikbaar zijn. Mensen kunnen al aangeven via een opt-in, maar dat wordt door veel mensen niet gevonden. En de urgentie over het algemeen voor acute zorg wordt ook niet gevoeld. En dat betekent dat mensen daar onbewust op het moment dat het echt nodig is ook echt een risico lopen. En dat vraagt op het anders inregelen, waarbij je nadrukkelijk ook op gewezen kunt worden dat als je niet wil dat gegevens ook in een acute situatie gedeeld worden, dat je goed recht is en dat dat ook als zodanig genoteerd kan worden. En dan zijn ze ook niet beschikbaar. Ik denk dat de minister beter moet uitleggen. Kijk, als systemen niet op elkaar aansluiten, dan moeten die op elkaar worden aangesloten. Als gegevens niet beschikbaar zijn van de mensen die graag mee willen doen, dan moet het geregeld worden. Maar waarom heb je dan die wogs nodig? Minister? Juist omdat het gewoon noodzakelijk is dat voor die patiënten die geen bezwaar hebben, dat de gegevens ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. En dat is nu in de praktijk niet het geval, ondanks alle voortgang die we in de afgelopen jaren al gemaakt hebben. Echma, die wil nog terugkomen. Mij nog een vraagteken boven op dat eerder. Dus dan doen we dat eerst en daarna mevrouw Van den Berg en daarna mevrouw Paulusma, maar eerst mevrouw Echma. Want het is nu al zo dat je automatisch opt-in bent op de gegevensuitwisselingen. Je moet dus actief zelf richting je huisarts, richting je apotheker. Moest je dat een aantal jaren geleden moest je dat met een formulier doen. Nu moet je dat via een website doen. Je moet jezelf actief opt-out maken. Iedereen is al opt-in. Dus ik snap echt niet wat de minister nou wil met die wogs. Volgens mij wil hij mensen gaan overrulen die opt-out, nu nog opt-out, dus daadwerkelijk de moeite hebben genomen om opt-out te gaan, wil hij die mensen overrulen. Want al die andere mensen zijn standaard opt-in. Wat is nou de bedoeling van die wet? Minister. Nee, voorzitter, hier zit dan, met dank voor de aanvulling, zit het misverstand. Het is niet zo dat automatisch iedereen opt-in is. Mensen moeten bewust een opt-in tekenen en dat gebeurt in veel gevallen niet. Niet omdat mensen per se niet willen, dat is een deel van de mensen, maar voor een deel van de mensen is het ook gewoon niet het bewustzijn, niet de vraag. En dat leidt in veel situaties tot problemen. Ook daar waar burgers eigenlijk denken, ja, ik ging ervan uit dat die gegevens er gewoon zouden zijn. Ja, mevrouw Tot Echma, slot ja. dan maar, minister, voorzitter, op dit punt. Want ik kan me nog heel levendig de periode herinneren. En dan kwam je bij de tandarts en dan lag er een stapeltje formulieren op de balie. En dan kwam je bij de huisarts en dan lag er een stapeltje formulieren op de balie voor de mensen die opt-in allemaal graag wilden hebben. En als je het niet wilde, nou, dan moest je al die andere toestanden aan de hand halen. Dus wat is nou het verschil? Waarom moet die wogs er nou komen? Waarom moet nou de situatie zoals die is veranderen? Voorzitter, een deel, zonder dat ik de exacte formulieren ken, maar een deel van dit soort overdrachten ging specifiek bijvoorbeeld tussen de huisarts en de apotheek. Tussen de huisarts en de apotheek. Dat was niet de gegevens van jouw apotheek, van jouw huisarts, van jouw eventuele zorgverlener in een ander ziekenhuis.
beschikbaarheid daarvoor ook in acute zorg en acute zorgmomenten. En dat is waar professionals, maar ook patiënten gewoon veelvuldig nu tegenaan lopen. En voor patiënten vaak eigenlijk ook tot grote verbazing en irritatie.